ZZP Café. Werken voor een baas is onnatuurlijk. Evolutionair gezien hebben we een oertijdse voorkeur voor het ZZP-schap. En daarover praten we hier bij Somehow in Amsterdam en Somehow Places met twee deskundigen, Mark van Vught. Hij is evolutionair psycholoog verbonden aan de VU en verbonden aan Oxford University. En Ajit Bakas, gerenommeerd trendwatcher en schrijver van het boek... Ik heb hem hier voor me, Trends 2016. Mark, we gaan nog even terug naar aan kop van de uitzending. Meld je het al even, die mismatch die er is ontstaan. Die ZZP'er die heel erg doet denken aan die oermens destijds. Als we dan even kijken naar een wat verdere uitleg. We zitten nog met onze hersenen in hoe het in de oertijd allemaal ging. Precies, ja. En dat is niet ontwikkeld met de wereld van nu. Waar doel je precies op? Nou ja, wij kijken, het brein en het lichaam, dat heeft heel veel tijd nodig om te evolueren, zich aan te passen aan de omgeving. Maar als de omgeving heel snel verandert, dan kun je dus mismatch krijgen. En dan kun je met een stenen tijdperk brein proberen te overleven in de moderne maatschappij. En dat lukt niet altijd. We hadden het zojuist over de instituties, de organisaties die moeite hebben met bijvoorbeeld ZZP'ers. Nou, als je die ziet als oermens, ja, dan zijn het eigenlijk de nomaden die... impulsief, opportunistisch, wat rondkijken op zoek naar voedselbronnen. En de instituties die daar eigenlijk niet mee om kunnen gaan. De instituties zijn een mismatch. Nou, daar proberen we zo goed mogelijk mee te overleven. We hebben door ons heel sterk te organiseren, hebben we natuurlijk wel wat bereikt qua welvaart. Maar tegelijkertijd is het moeite om geen hekel aan je baas te hebben, bijvoorbeeld. Hebben we heel veel moeite om, als iemand iets zegt tegen ons, dit moet je doen, om dat serieus te nemen. Want ons brein zegt, hey, nee, ik wil zelfstandig beslissingen kunnen nemen, ik wil autonoom zijn. En dat past niet heel goed in een hiërarchie. Vandaar de stress, de burn-out die mensen ervaren. Vandaar ook de problemen die middenmanagers hebben om leiding te geven. Want leiderschap en management, dat zijn eigenlijk twee tegengestelde. En dat zijn allemaal eigenlijk voorbeelden van hoe dat oerbrein eigenlijk... gemismatcht dus is aan de, aan de huidige omgeving. En daarmee dus een dagelijkse frustratie waar de ZZP'er uiteindelijk aan ontsnapt. Want die denkt, hier heb ik helemaal geen zin in. Dat is een beetje jouw stellingname. Ajit, ik denk ook niet dat we op school zitten met het idee van... nou, laat ik nou eens later lekker voor een baas gaan werken en pootjes geven de hele dag. Nee, dat denk ik dus ook. Ik denk dat mensen op school, kinderen op school, op de lagere school ook al denken van... hé, ik wil wat van mijn leven gaan maken. Ik wil inderdaad een ondernemen, iets gaan doen. Ik denk dat er wel in zit. Maar dat wordt er inderdaad later geleidelijk in de opleiding ook een beetje uitgeslagen. En dan gaan we toch maar voor die baas werken, maar met die dagelijkse frustratie van dien die Mark beschrijft. Ja, en wat ik beschrijf is dat we nu gaan naar wat ik noem de postmateriële economie of de economie van het geluk. Dat mensen dan weer voor geluk gaan kiezen, ook al biedt dat minder zekerheid, ook al biedt dat minder inkomen, maar dat ze er wel gelukkiger van zijn. Want heel veel mensen die gaan eigenlijk al dood op hun 25ste en gaan psychisch dood op hun 25ste, terwijl ze fysiek pas dood gaan op hun 75ste. En de vorige generaties accepteerden dat nog wel. En de nieuwe generaties denken, waarom zou ik? Ja, nou zijn we toch een beetje het idee van de ZZP'er aan het romantiseren. Daar haal ik natuurlijk ook daar van. Daar zitten wel want risico's ik ben zelf, aan. Natuurlijk een heel gelukkige ZZP'er. Okay. Ik spreek er hier ook heel veel, maar de keerzijde? Ja, de keerzijde is de organisatie gaat. En natuurlijk is het in de evolutie ook zo dat de best georganiseerde groepen uiteindelijk overleven. En dus dat is gelijk de kwetsbaarheid van de ZZP'er die op een gegeven moment wegloopt als hem iets niet bevalt. Waar is het sociale vangnet? Vroeger was het vangnet, het financieel vangnet, was het sociale vangnet. Je kon alleen overleven door met elkaar samen te werken. Nou ja, de ZZP'en en organiseren, je zou zeggen dat verhoudt zich niet goed tot elkaar. Maar er zijn wel mogelijkheden om zonder voor een baas te werken, je toch als ZZP'ers te organiseren, zodat je wel een vuist kunt maken richting politiek en richting werkgevers. Dat is een interessant gegeven, want Ajit, dat zie jij ook steeds meer gebeuren. En daar hebben de gerenommeerde bureaus ook last van. Ja, je ziet dus steeds meer ZZP'ers zich verenigen tot groepen, coöperaties noem ik dat eigenlijk. Coöperatie is het nieuwe vangnet, dat zie je eigenlijk. Ze vormen groepen, je ziet dat vooral bij hoogopgeleiden, maar je ziet dat in alle branches. Het is niet alleen op de arbeidsmarkt. Mensen beginnen ook energiecoöperaties. In Duitsland beginnen mensen, senioren weer woongroepen. Omdat je die kopen lege kantoren op, beginnen weer woongroepen. 1. Het helpt tegen de eenzaamheid. 2. Het leven is goedkoper. En je kunt elkaar ondersteunen bij de zorg. Dus het is heel goed dat oude systeem, dat de groep
het sterkste is. En dat die groep dat vangnet is, dat komt nu weer terug op die nieuwe manier. Je ziet het vooral heel sterk onder hoogopgeleide. De kenniswerkers, hbo-academisch niveau, dat die heel erg van die groepen aan het vormen zijn. En ik vind dat een prima ontwikkeling. En welke bureaus hebben daar met name last van, die dat nu al voelen? Op dit moment zie je dat bij grote consultancybureaus, bijvoorbeeld bureaus als McKinsey, hebben er last van dat voor grote internationale pitches nu zelfstandige professionals uit 5-6 landen zich verenigen en samen gaan meepitchen. Eerlijk, zullen we alles delen, vinden ze bij het ZZP-collectief The Future Group. Haal je een opdracht binnen, dan gooi je hem in de groep. Ruud Verhagen vertelt straks waarom op BNR. Bij ZZP-collectief The Future Group is iedereen welkom, maar opdrachten moet je exclusief delen met de andere leden. Challenger. En Ruud Verhagen, je bent onze challenger van vandaag, operationeel directeur bij The Future Group. En je bent dus net iemand die net even anders naar de wereld kijkt. Vandaar dat je onze challenger bent van vandaag. Ajit Bakkas gaf net al een beetje een voorzet van wat hij ziet gebeuren. Hè? Dat collectief waarin ZZP'ers aan het samenwerken zijn. Nou, jullie doen dat. Een ZZP-collectief op het gebied van IT. Wat is nou de constructie waarin jullie werken? Ja, goedemorgen. Wij zijn een expertise-netwerk waarin alle ondernemers aangesloten in maatschappen georganiseerd zijn. En met elkaar vormen we één merk naar de markt en bedienen daarmee onze klanten op het gebied van ICT. En wat houdt dat in de dagelijkse praktijk in voor de ZZP'er? In de dagelijkse praktijk betekent dat we met elkaar samenwerken, kennis delen, kennis borgen, met elkaar een klant kunnen helpen. En inderdaad ook opdrachten die we met elkaar creëren. Zowel vanuit de salesorganisatie die we ook voor hen zijn, als de maten zelf. Het zijn maten binnen de maatschap die opdrachten hebben. Die delen we met elkaar en zorgen zo dat we onze klanten kunnen bedienen. Nou kennen we het begrip maatschap natuurlijk wel. Hè? Ook van de artsen kennen we dat, van de advocaten. Is dat hetzelfde of doen jullie echt wel wezenlijk iets anders? Nou, juridisch sowieso is het hetzelfde. Alleen bij ons is het opgeblazen tot inmiddels 12 maatschappen met 215 ondernemers daarin. En dat is iets wat je niet vaak ziet. En hoe kan dat? Dat dat bij jullie wel kan en bij een advocaat niet? We zijn inmiddels 15 jaar bezig. Waarvan de eerste jaren met name zoeken is naar de juiste modus. En ik denk dat we die gevonden hebben. En afgelopen jaar zie je dat we met 20% groeien. Ik denk ook dat, waar we het net ook over hadden en hier al besproken is, mensen zelfstandig willen zijn, maar dat niet alleen. En wel met elkaar. En dat is precies het concept dat wij hebben neergezet. Ja, dus jullie ontzorgen eigenlijk die ZZP'er. Ik bedoel, iedere ZZP'er herkent dat beeld wel. Dat je wil gewoon je werk doen, maar intussen moet je ook je marketing regelen. Ja. En je administratie regelen. Ik heb er zelf ook vaak last van, waardoor je continu aan het werk bent. En dat nemen jullie weg. Precies. Ja. Dat is het. Nou, zei ik, iedereen is welkom, maar dat is niet helemaal waar natuurlijk. Want je moet wel aan een aantal eisen voldoen. Ja, klopt. Wij hebben de knip gelegd eigenlijk tussen bestuur en beheer van de maatschap. Bestuur doen wij als maatschapkantoor, daar faciliteren wij in. De maten zelf zijn verantwoordelijk voor het kennisgedeelte. Zij hebben een ballotage die ze met elkaar voeren voor mensen die erbij willen. En dat betekent mensen moeten bij ons 7 jaar vakervaring hebben, HBO, WO opgeleid zijn in de ICT uiteraard. En de maten beslissen dan vervolgens van is iemand goed genoeg om met ons samen te werken. En daar wordt vaak het beeld bij gebruikt. Zouden wij hem op een opdracht kunnen zetten waar ik zelf nu zit bij onze klanten, zodat die ook goed werk aflevert. En dat maakt ons dat we een zuiver organisatievorm houden. Ja, dus uiteindelijk als de maten dan zeggen akkoord, dan gaat het gewoon gebeuren. En dan gaan jullie als bureau ook van alles voor die ZZP'er regelen. Het blijven dus wel ondernemers. Maar aan de andere kant, die ondernemer moet ook wel wat inleveren. Want elke opdracht die hij binnenkrijgt, het wordt wel echt delen met elkaar. Zoals we ook hebben gezien uit de oertijd. Ja, in bepaalde zin wel. Uiteraard is het wel zoals een ondernemer gevraagd wordt voor een opdracht door een klant, wordt hij in eerste instantie gevraagd. Maar wat vaak gebeurt is dat iemand heeft een opdracht, wordt alsnog gevraagd, kan zelf niet. En dan vraagt hij een van zijn medematen om die opdracht uit te voeren. En daar zit namelijk kracht in. Maar is het niet ook zo dat, stel ik haal een opdracht binnen uit mijn eigen netwerk. Ik ben leuk op een verjaardagsfeestje en iemand zegt, nou dat kan je wel voor mij doen. Ik vertel dat in de maatschap en er is iemand anders, een maat, die zegt van nou ik kan het veel beter dan jij. Hoe gaat het dan? Nou, in principe, dat is natuurlijk niet zo, maar stel. Het voorbeeld is wel goed, precies wat jij zegt. Jij wordt gevraagd, in dat geval word jij ook echt gevraagd. In ander geval, waar hebben bijvoorbeeld een van onze sales, wij hebben een eigen salesorganisatie, die met een opdracht komt, daar gebeurt het wel. Dat een klant zoekt een projectleider ICT. En er zijn 2 mensen die op dat moment beschikbaar zijn, die dat zouden willen doen. Ja, dat betekent dat ze allebei in aanmerking komen daarvoor. En dan gaat het voor ons, de klant moet het beste geholpen worden. Dus degene die het beste past bij die organisatie en bij die opdracht,
die gaat het doen. En krijgt de aanbrenger dan een soort acquisitiefee of zo? Ja. Ja, we hebben een businessmodel daarachter zitten waarin we inderdaad dat stimuleren en ook belonen. En zo hoort het ook, je doet het met elkaar. Ja, dat gaat goed. Ja. Het is echt delen met elkaar. Mark, herken jij dit vanuit de oertijd? Ja, ja, dus het misverstand is vaak dat je denkt dat de oertijd een soort hippiecultuur van vrijheid, blijheid was. Maar het was een egalitaire groep. En een egalitaire groep. Daar is belangrijk om te delen, want in tijden van schaarste is dat het enige wat je kunt doen om te overleven als groep. En dat betekent dus dat als iemand een zogenaamde windfall heeft, dat hij dat ook met anderen moet delen. Omdat op een ander moment hij of zij in de penarie zit en dus ook de hulp van anderen kan gebruiken. En die egalitaire structuur moet echt streng bewaakt worden. Dat betekent dat je geen klaplopers moet accepteren. Nou, dat blijkt ook uit jager-verzamelaarsstudies. Daar treden ze erg hard tegen op als iemand de kantjes vanaf loopt of niet wil delen, dan wordt hij uit de groep gegooid. Nou ja, jullie hebben al als collectief een soort ballotage van wie je binnenlaat of niet. En ik denk ook dat jullie heel sterk kijken naar de motivatie van mensen om te delen en om te samen te werken. Maar als uiteindelijk iemand is toegelaten en hij blijkt toch wel behoorlijk lui te zijn, wat gebeurt er dan? Dan zie je dat, precies eigenlijk wat Mark net schetst, daar zit toch een soort van sociaal mechanisme in. De maatschappij komt elke 6 weken bij elkaar, bespreekt de opdrachten, bespreekt de klanten, wat doen we en hoe gaat het? En op het moment dat dat gezien wordt, spreken de andere maten daar de andere maat op aan. Ja. En ik denk dat dat eigenlijk een sociale druk is die dan eigenlijk een beetje uitgeoefend wordt. Maar ons wel met z'n allen scherp houdt. En dat is precies hoe het moet. Wat voor types zijn het nou die bij jullie rondlopen? IT in ieder geval? Alleen maar IT. Wij zitten in de IT. Ja, maar qua mens, ik bedoel, mensen die niet van hiërarchie houden, lijkt mij. Nou, zo zou ik het niet durven en willen zeggen. Wat je over het algemeen ziet, is dat mensen die jarenlang voor organisaties hebben gewerkt, managers hebben gehad, en eigenlijk zeggen, ik wil wel vrijheid hebben, ik wil het zelf bepalen, ik wil zelf ondernemen, maar ik wil het wel met elkaar. Ik wil kennis blijven delen, ik wil samenwerken. En dat zijn de mensen die bij ons komen. Ja, want dat is ook, Ajit, wat je natuurlijk wel ziet, dat er ook sommige mensen gewoon het heel fijn vinden om bepaalde orders te krijgen of om in een bepaalde structuur te werken en dat niet iedereen van die vrijheid houdt. Maar wat je dus heel veel ziet, is dat bij hoogopgeleiden is het normaler om inderdaad je vrijheid te zoeken. Dat vind je ook leuk. Maar bij veel mensen die lager opgeleid zijn, die vinden dat toch allemaal te moeilijk om dat in te delen. Die vinden het toch prettiger dat een baas dat doet. Maar voor die mensen komt nu de MZP'er, dat is de MKB'er zonder personeel, maar de MKB'er die alleen met een groep ZZP'ers werkt. Dus die een MKB-ondernemer die werk binnentrekt en de uitvoering laat doen door ZZP'ers en ze dan ook aansturen. Waarom, dat komt dan ook op, de MZP. MZP, ja. Heel interessant, want waarom kiest die MKB'er ervoor om toch steeds meer met die ZZP'er samen te werken? Want dat is eigenlijk wat je zegt. Nou kijk, ieder bedrijf weet op dit moment dat je een vaste schil en een flexibele schil moet hebben. Ik heb er ook, ik heb 3-4 mensen in dienst en daaromheen een flexibele schil van een stuk of 10, omdat je niet voor iedereen op hetzelfde werk hebt. Maar het zijn allemaal verschillende mensen die hun werk kunnen doen. Het CBS meldt op dit moment dat er 1,9 miljoen Nederlanders ander werk zoeken, maar er zijn maar 150.000 vacatures. Maar er zijn overal plukjeswerk van 3, 4, 5 uur. En die plukjeswerk zitten soms bij ondernemers, maar soms gewoon bij burgers. Iemand die bijvoorbeeld zegt, mijn moeder wordt wat ouder, ik wil die laten verzorgen. En als je al die plukjes van 3, 4 uur werk via platformen of andere manier bij die mensen brengt die werk zoeken, dan heb je een combi. In Suriname noemen ze dat hosselen. En hosselen betekent dat je uit 3, 4, 5 inkomstenbronnen je leven financiert. En dat gaat prima. Ja, herken jij dit ook in de structuur hoe jullie werken? In een bepaalde manier natuurlijk wel. Wij zijn bekend in de markt, we hebben een eigen salesorganisatie. En de maten zelf hebben allemaal een eigen oog voor wat er gebeurt bij de klanten en waar behoeftes liggen. En die verzamelen wij en kijken van wie kan daar iets in betekenen. Inderdaad, soms is dat maar 1 dag in de week. Nou prima, dat kan. Ja, het is allemaal een heel prachtig organisch verhaal. Maar er moeten ook bepaalde keerzijden zijn in deze constructie. Merk je wel eens dat er toch even iets anders loopt dan wat jullie hadden gewild? Ja, zeker wel. Ik ben er zelf wel enthousiast over, dus ik vind het eigenlijk wel een heel mooi verhaal. Maar natuurlijk merk ik dat heel veel mensen denken nog traditioneel in werkgever-werknemer. En wij hebben allemaal ondernemers, zijn allemaal zelfstandig. En je ziet gewoon op het moment dat wij als maatschappijkantoor iemand aannemen die gewend is met een werkgevers-werknemersgedachte te werken, dat ze al vrij snel zeggen, beste ondernemer, jij moet dit en jij moet dat. En dat gaat niet. En hoe los je dat dan op? Want dat is dan, dat zijn die mensen, neem ik aan, die de marketing voor hun rekening nemen en de hele administratie of de leaseauto regelen. Ja. En die gaan dan eigenlijk een beetje die ondernemer vertellen, jij moet dat doen. Ja. En dat werkt natuurlijk niet. Nee, dat werkt niet. En wij zeggen, wij zijn een hoge service. We bieden een hoge servicegraad. En wij bieden service aan onze ondernemers. En dat betekent wel dat een bepaalde cultuur en een DNA gecreëerd moet worden bij die mensen. Dus dat is een kwestie van toch ook een beetje opvoeden en een nieuwe mindset geven.
En, maar uiteindelijk is het gewoon iets wat heel goed voor jullie werkt. Ja. Mits een beetje bijschaven hier en daar. Absoluut. Goed, dank voor het verhaal. Ruud Verhagen, operationeel directeur bij The Future Group. En straks praten we in ZZP Café natuurlijk uitgebreid verder over dit hele fenomeen ZZP'ers. En volgens trendwatcher Ajit Bakas zit de toekomst van de ZZP'er in de voetballerij. Hoe dat zit, hoor je zo meteen bij BNR.